Ondernemerschap, een magisch woord. Maar net zo magisch is de vraag van wat maakt een ondernemer nou succesvol? Ja, en daarom hebben we bij de opleiding ORM nu ook het woord innovativiteit of innovatieve capaciteiten omarmd. En eigenlijk ook daar een model of theoretisch raamwerk voor gevonden die helder beschrijft hoe kan een ondernemer dat nou precies doen. Maar een theorie en een model is één ding. Veel leuker is natuurlijk om echte ondernemers en liefst afgestudeerde ORM-studenten gewoon te vragen hoe hebben ze het nou gedaan? Wat leidt dat tot succes? Ik sta hier naast Stef van Beans & Dreams op een geweldige, prachtige locatie. En als je naar terugkijkt, wat waren nou heel belangrijke ondernemerskwaliteiten? Ik zou zeggen dat je creatief moet zijn en heel erg moet geloven in je eigen wil, zeg maar. Ja. Achter je eigen ideeën staan. En eigen bedoel je, wees authentiek. Wees authentiek, ja. Je hebt lef om voor je eigen... Precies, ja. Wat bij mij heel erg was in het begin, dat mensen heel erg zeiden, maar dit kan niet en dit, ja, je kan het proberen, maar ik weet niet hoe dat werkt. Ja. Terwijl ik er zelf heilig in geloofde. En, ik heb het gewoon gedaan en uiteindelijk pakt het allemaal goed uit. Ja. Ik denk op de eerste plaats het leergierig zijn. Ja. Het altijd hunkeren naar ja, toch meer. Okay. En dan meer in de zin van meer ontwikkeling. Ja. Jezelf ontplooien. Ja. En ja, eigenlijk alles wat daarbij komt kijken. Ja, als je niet door blijft ontwikkelen, ja, denk ik dat je uiteindelijk de groei niet meer verder zal zien kunnen gaan. Dus door juist constant te kijken, oké, waar kan ik weer een nieuwe kans pakken? Ja, of, ja. Maar überhaupt ook, er zijn zoveel ondernemers. Ja. Constant komen weer met mensen met nieuwe ideeën. Ja. Als jij zelf dan niet meegaat met nieuwe ideeën, ja, dan... Ja. Ondernemerschap als dat ontdekkingsreis, waar ben ik goed in? En waar kan ik later gewoon zeg maar een onderneming, ja, in uitbouwen? Ja, zeker. Ja? Ja. Dus het woordje zelfsturing zit er heel erg in. Klopt, ja, dat? Ja, klopt wel. Ja, ja, je kan heel veel leren bij een opleiding, ja, maar het moet toch ook uit jezelf komen? Ja, doorzetten. Echt doorzetten, echt doorzetten, ja, inderdaad. Ik denk dat dat echt een van de belangrijkste punten is, okay, inderdaad, voor beginnende ondernemers. Ja. Dat je echt dingen doet wat je ook leuk vindt. Ja. Dus passie, je moet ook echt passie voor hebben. Okay. Dus dat is wel echt belangrijk, anders hou je het natuurlijk niet vol. Dus kijk, je kan wel dingen doen die je niet leuk vindt, maar op een gegeven moment denk je, jongens, bekijk alleen maar voor het geld gaan, dat schiet niet. Nee, dat schiet niet op. Je moet wel echt dingen doen die je leuk vindt, inderdaad. Dat is wel echt een van de belangrijkste punten. Ik beschouw concurrentie als relatief. Ik zie niet alles wat als concurrentie. Bijvoorbeeld, eigenlijk hemelsbreed hier vandaan, zit 75 meter verderop, zit nog een koffiezaak. Maar wij zijn in essentie niet per se een koffiezaak. Wij zijn een plek wat in alles kwaliteit biedt. Dus wij hebben hoge kwaliteit lunch, hoge kwaliteit koffie, hoge kwaliteit wijn, hoge kwaliteit diner. En dan alles onder een heel ontspannen, intieme sfeer. En daarvan zijn er eigenlijk relatief weinig laagdrempelige concepten in Den Haag. Nou ja, ik had echt het gevoel van het warme, het kleinschalige, de persoonlijke benadering. Ja. Kleding is, als je alleen kleding zou focussen, is dat vrij vlak, want dat gaat met seizoenen. Ja. En dan heb je een aantal weken dat enorm druk is en iedereen moet in het nieuw en de kinderen zijn uit hun kleding gegroeid. Ja. Ja. Maar goed, als je naar de rest van het jaar kijkt, vanaf baby af aan, zwangere moeder, daar is ook behoefte naar een stukje persoonlijkheid. En eigenlijk zeggen wij van, wij kunnen kleden vanaf het moment dat je weet dat er een kindje in je buik groeit, tot een jaar of zes. Wat zeggen die ondernemers nou? Die ondernemers zeggen eigenlijk, ondersteunen heel sterk wat ook door het Effectuation Raamwerkmodel wordt aangeraden. En daarom hanteren we de opleiding ORM bij de Haagse Hogeschool dit Effectuation als ontwikkelingssysteem. We trachten namelijk competenties, dus vaardigheden en kwaliteiten op te leiden die belangrijk zijn om een innovatieve businessstrategie te ontwerpen. Ja, daarom heet het in het Engels ook zo heel mooi. Wat doet Effectuation? Is het Strategic Decision Making Logic. En logica, vaardigheden, cognitieve vaardigheden, intellectuele vaardigheden en kwaliteiten die je toe kan passen om als ondernemer concurrerend, dus innovatief te zijn. Het belangrijkste verschil met het traditionele businessdenken is eigenlijk gewoon dat je breed denkt en niet bij je strategische doel begint. Ik heb deze presentatie ook wel voor de Rabobank gegeven en die zei,
Ja, maar wacht eens eventjes. We leren eigenlijk onze toekomstige ondernemers die wij financieren het verkeerde. Precies, want wat leren ze nou? Namelijk het vastklinken van één strategisch doel. Businessplan, dit gaan we doen. Maar wat nou als het niet werkt? Effectuation toont aan, en ook ons eigen onderzoek, begin bij de middelen. Begin bij je eigen talenten, die zijn gratis. Begin bij unieke vaardigheden. Begin bij die unieke kerncompetenties. Net als Pralat en HML eigenlijk, als zij de Harvard mensen die zeiden van, wil je echt innoverend zijn in een businessomgeving? Dan. Wat is uniek? Wat kan je bijzonder goed? Zijn ze slecht kopieerbaar door de concurrentie? En zijn ze wel opblijkbaar versterkbaar? Dat betekent eigenlijk ook, begin bij die middelen die je tot beschikking hebt. Wat is de kracht van mijn netwerk? Wie ken ik? En wat zegt het over mij en competenties? En hoe kan ik mijn netwerk inzetten? Dus die middelen. En dat geeft een veel breder scala aan mogelijkheden dan dat je op één doel vastkomt. En je bent heel creatief begonnen. Je bent eigenlijk met een prachtige driewielen begonnen. Ja, klopt. 6 jaar terug bijna inderdaad ben ik met een tuk-tuk begonnen. Ja? Ik was mijn werkgever eigenlijk een beetje zat. Ik denk, weet je wat, ik ga gewoon een tuk-tuk kopen. Ik ga gewoon beginnen. Ja. Toen, waar was het nou? In Amsterdam had ik een tuk-tuk gekocht. Ja. En die heb ik toen omgebouwd naar een mobiele espresso bar. Dus dan ben je eigenlijk je droom gaan realiseren? Ja, zeker. Nou, eigenlijk was in eerste instantie niet het idee om horeca te beginnen. En zijn we daarin terechtgekomen. Oké. Okay. Maar als we keken naar het landschap destijds, was er gewoon weinig wat kwaliteit bood. En was het wel iets waar we zelf behoefte aan hadden. En zijn we daar dus eigenlijk het concept op gaan ontwikkelen. Je hebt eigenlijk heel goed rondgekeken. Wat is er echt zoal? Eigenlijk een heel goed concurrentieonderzoek gedaan. Volume massa, veel franchises. Niet heen en juist, en je hebt gezegd van dit is het. Vanaf de basis dat zeiden van oké, we willen een babywinkelconcept neerzetten, maar Lindsay's babymode op de gevel plakken, dat zegt niks. Ja, dus mijn eerste streefpunt was eigenlijk, ik wil een winkel ontwikkelen, neerzetten, waar iedereen zich welkom voelt. Okay. Dus niet iedereen kan je klant zijn, dat besef ik. Ja. Alleen je kan wel iets ontwikkelen waar je een heel hoop mensen, het gros, enthousiast en blij mee kan maken. Zonder geld van de bank. We zijn eigenlijk met een heel klein bedrag begonnen, relatief. En dan spreek ik echt eens onder de 10.000 euro hebben we deze zaak gefinancierd. En dus mondjesmaat zijn we elke keer als geld overbleef zijn we gaan bijinvesteren. En waar het op neerkomt eigenlijk is gewoon heel veel pijn lijden, heel veel uren maken, echt heel veel uren maken en elke dag weer doorgaan. Ja. En zien dat die investeringen die je maakt, dat die zich ook terugbetalen. Ja. Ik denk dat er twee stromingen zijn. Enerzijds is er, ik geloof in dit en dit is wat we gaan doen. En anderzijds is er, we geven dit flexibel een beetje vorm en dan komen we waar we willen zijn. Yeah. En wat wij hebben gedaan is eigenlijk, en ik bedoel, de vergelijking die gaat trekken, die gaat uiteraard helemaal niet op. Maar een booking.com die een test draait in 20 minuten omdat er zoveel traffic op hun website zit. Ja. Zodat ze een beslissing kunnen bouwen op basis van data. Dat is eigenlijk wat we hier ook hebben gedaan. Alleen dan hebben we elke keer een stukje veranderd, een tijdje laten staan. Hoe reageren mensen erop, eraf halen en weer door. Ja, ik durf over, in ieder geval over mezelf te zeggen toen ik 2021 was en wel mijn diploma behaald had. Dat ik gewoon niet een specifiek doel voor ogen had. Ja. Ik wist wel dat ik een richting en een hoop facetten van het ondernemerschap van de retail heel erg leuk vond. En die me ook wel lagen. Ja. Maar ga ontdekken. Okay. Ik heb na het afstuderen heb ik denk ik wel 15 verschillende sollicitaties in 15 verschillende branches gehad. Ja. En ga in gesprek en leer. En kijk waar je talenten liggen, maar ook precies van jouw ontdekkingsreis, waar je je kansen ziet, maak dan gebruik ook van. En wees ook niet teleurgesteld als je een sollicitatiegesprek hebt en je bent niet de geschikte kandidaat. Ja. Evalueer dat heel goed voor jezelf. Ga ook na van, maar waar heb ik dan niet die match gehad? Want dan kom je altijd, leer je daar weer iets van wat je mee kan nemen. Ja. Echt een ontwikkelingsproces. Echt een ontwikkelingsproces, ja. Maar je zegt al, in het begin wilde je zeg maar ergens anders heen en je bent nu met Bertien toch ergens anders weg geëindigd. Ja. Het is echt kijken waar de behoefte is en hoe kunnen we binnen
binnen de kaders die we zelf hebben geschapen, zeg maar. Ja. Hoe kunnen we die daarbinnen laveren en uitkomen waar, ja, precies waar we willen zijn? Ik neem aan dat je ook frustratie tegenkomt, hè? Ja, natuurlijk. Er zijn heel veel beren op de weg. Ja. Voor elk probleem is er wel een oplossing. Zo moet je het eigenlijk zien. Ja. 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 Wat voor frustratie ben je nou tegengekomen? Ja, bijvoorbeeld bij station. Met de vergunning had ik ook best wel problemen. Station? Station Ypenburg stond ik inderdaad. En daar had ik best wel veel problemen mee gehad voor een standplaatsvergunning. Ja. Ik ben ook naar de gemeente geweest om te kijken of er een oplossing was op daar kon staan. Maar dat kon niet. Dus het werd, zo'n 99% werd het afgewezen. Ja. Ik denk bij mezelf, ja, hoe kan dat nou? Joh? Kom op zeg. Er staat helemaal niemand. Ja. Ik val niemand lastig. De klanten zijn onwijs blij mee. Het is echt een verrijking voor station zelf. Ja. Ik denk, jongens, wat doe je moeilijk? Nou ja, ik maar door blijven vechten. Ik denk, ja, er moet een oplossing komen voor dit, weet je. Dus toen ben ik naar Omroep West geweest. Ja. Een klant van me, die had me geweest. Toen kwam er iemand van Omroep West, die heeft het opgenomen. Ja. Die heeft het online gezet en toen ging het helemaal viral. Ja. Dus het ging, toen werd gebeld door SBS6, ik weet niet, door allerlei... Media, het ging echt vrij hard. Ik had natuurlijk ook de handtekeningactie. Ik ben de petitie begonnen om te zorgen dat ik toch mag staan. Ja. Dus wat ik gedaan heb, dus ik ben met een karretje. Ja, ik mocht daar natuurlijk niet staan op station Ypenburg. Ja. Als ik nog een keer zou staan, zou mijn wagen afgepakt worden of ik zou een boete krijgen. Ja. Dus ik ben met een kleine rolkar, ben ik gewoon filterkoffie gaan uitdelen op station. Ja, ik denk, ja, dit laat me niet gebeuren. Om handtekening te verzamelen. Past Bertien bij de talenten van Niels? Ja, 100%. Ja? En is dat heel belangrijk dat je dat dingen doet waar je talenten liggen, waar je passie ligt? Ik denk dat als je er geen, als je geen talenten voor hebt, dan wordt elke dag een struggle. Ja. En ik denk ook dat als je passie er niet ligt, dan zal het nooit authentiek aanvoelen ook voor degene die het van je over van je dus authentieke kopen. Businessconcepten moeten bij talenten passen en dan... Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je duidelijk hebt waar, in welk deel van de markt je zit. En dat is ook iets waar wij bijvoorbeeld, mijn compagnon en ik, afgelopen zaterdag nog een discussie over hadden. Ja. Dit is de bedoeling dat we dit nu helder krijgen, scherp krijgen. En als we dat hebben, dan volgt er eigenlijk op vrij korte termijn al volgende. De volgende zaterdag. Ja. Maar daarom klinkt ook heel veel ambitie uit. En dat is ook belangrijk. Ja, ambitie is absoluut belangrijk. Okay. Ja, anders ga je stilzitten. Ik experimenteer en geloof in jezelf. Okay. Dus als je vastberaden bent, maar nog niet de eindjes aan elkaar kan knopen, veeg je doel dan niet van tafel. Maar laat je in die zin gewoon leiden door wat er op je pad komt.